Welkom in Almerehaven. Kom erin. Het is een stuk groter dan Amsterdam en een prachtige tuin erbij, zodat die kleine lekker kan spelen. Janke is helemaal gezetteld in Almere nadat ze de Tsaar Peterbuurt ontvluchtte. De plek waar haar man door een persoonsverwisseling werd doodgeschoten. Ik werd nog heel erg veel aangesproken op straat en ik vond het niet meer prettig. Het is bijna een soort identiteitscrisis, alsof je alleen nog maar weduwe Egermond bent. Na de dood van Stefan belandde Janke in een turbulente periode. Je rolt van carrièrevrouw naar weduwe Egermond naar alleenstaande fulltime moeder. En ik had ook heel erg behoefte om gewoon Janke te zijn. Ja, eigenlijk wat ik gedaan heb is het Janke zijn gekoppeld aan een man. Ik denk, dan besta ik weer, dan doe ik er weer toe. En dus, nou ja, weet je, wat is lekker modern? Dan gaan we lekker tinderen. Nou ja, dat heb ik gedaan, ja. Inmiddels is ze weer een rustige vaarwater. Ze gebruikt haar opgedane levenservaring in haar nieuwe carrière als coach en schrijft een roman gebaseerd op haar verhaal. Het is een kort ritje naar het politiebureau. Als ze aankomen, willen de agenten Anne naar binnen brengen. Nee, zegt ze stellig. Ik ga nu eerst roken en ik wacht op Frank. Meer krijg je niet. Ik heb heel veel zin om lekker aan de slag te gaan met mijn bedrijf. Het gaat goed met mij, het gaat goed met mijn zoon, dus de enige weg is naar boven. En ik ben blij dat ik die gevonden heb en dat ik die in ieder geval ga vasthouden. Ja.